Jullie kunnen het zien, even kieken FC. De team is empty. De badge is van EA Play. De badge is dik. Ik vind helemaal hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ik heb ook een ziek tenue erbij, maar ik denk dat ik het nog ga switchen naar of Real Madrid of Manchester United. In deze video laat ik jullie dus mijn team zien. Het is op dit moment empty. We gaan het aanvullen. Het team wat ik eerst had, het team dat ik eerst had. En op een gegeven moment gaandeweg het packen, traden, coins krijgen, heb ik een leuk team kunnen bouwen. Mijn eerste team van FIFA 22, Ultimate Team. We hebben er zin in, een gloednieuw seizoen. Wil jij meer content zien van FIFA 22? Abonneer dan. Nog 2000 abonnees voor de 100.000. Let's get it, man. We hebben er zin in. Laten we beginnen. Jullie zien, Adama Traoré is de super sub die je in mijn ogen best wel moet hebben. Je hebt even een buitenspeler nodig die fysiek super sterk is. Dus zet hem in ieder geval op de bank. We hebben Malen, Donjo Malen, die is ook super snel. 79 shooting, helemaal niet slecht. 82 finishing, positionele aanvalstachten. Gomez heb ik meerdere keren gepakt, is ook heel erg ziek. In FIFA 22 heeft de juiste pace, versnelling minder, maar zijn sprintsnelheid, vooral zijn sprintsnelheid. FIFA 21 was hij ook al hard. Ik verwacht hem vaak tegen te komen in jullie starter teams, maar dat krijgen we nog te zien. Doku, tot slot, ja, 92 pace. Ook grappig hoor, voorstel skill moves, weak foot minder, maar laat hem ook rennen in de 80ste minuut ongeveer. Dan maak je je tegenstander ook helemaal gek. Goed, ik laat jullie even zien wie ik op doel heb staan. Op doel, dat is niemand minder dan Donnarumma. En laat ik jullie dan meteen wat vertellen over Donnarumma. Deze EK-winnaar is verschrikkelijk. Hij is echt verschrikkelijk. Ik word helemaal gek van hem. Hij doet zulke rare dingen. Keepers zijn sowieso al een dingetje in FIFA 22. Of het zijn het katten. Wat zijn zijn reflexen? 90 reflexen. Of het zijn het katten. Dus hij duikt de ene hoek, duikt hij. En binnen een seconde is hij alweer in de andere hoek. Ja, sorry, maar dat vind ik echt wauw. Ik heb daar geen woorden voor. In ieder geval, Donnarumma, als je kijkt naar zijn stats, hij zou de beste keeper moeten zijn, maar hij doet zulke rare dingen. Is niet, ik weet niet, ik ben er niet tevreden over. Maar goed, dat is dus mijn keeper. Ik verras jullie eventjes. Ik heb iemand in de spits staan. Dat is Gabriel Jesus. Ja, het is echt ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Maar ik heb Gabriel Jesus in mijn spits staan. Weet je wat het mooie is? Voordat ik daarheen ga, ik zal jullie even laten zien wat ik had staan. Wie is dan beheerder? Ik voeg hem eventjes toe. En waarom voeg ik hem toe? Ik laat jullie meteen even het team zien. Dat team had ik aan het begin. Dus niet het team dat jullie zo meteen te zien krijgen, wat het nu is. Maar aan het begin. Ben Yedder had ik hier staan. Dan had ik in de spita. Let op, hè. Let op. Mijn spits. We zijn van divisie 10 naar divisie 1 gegaan hiermee. Mijn spits was niemand minder dan Anthony Martial. Ik moet hem toevoegen als concept, want ik heb hem inmiddels niet meer in mijn club. We hebben gewoon met Martial gespeeld. En echt, jongens, dat is hem niet. Op rechtsbuiten hadden we wel een leuke speler. Die zou je eigenlijk, als je hem hopelijk gepakt hebt, dat gun ik jullie wel, zou je hem gewoon op minimaal op de bank moeten hebben. Hij heeft 5-star skill moves, 5-star weak foot. Heeft ook zijn shooting mee dit jaar. Dus dat is stabiel. Ik ga er nu eentje aan toevoegen die ook in mijn huidige team zit. En dat is wel echt een goede kaart. Kante, N'Golo Kante. Heeft een upgrade gehad vergeleken met FIFA 21. 90 rated is hij. Verdedigend supersterk. Hij is ook sneller dit jaar. Stabiel. 82 versnelling. Pas wel op met zijn linkervoet. Pas wel op. Vooral in de passing. De passing is 75. Op het randje. Kan beter. Ik heb hem voor 455k gekocht. Dan had ik op dit moment. Nou, niet op dit moment. Dan had ik toen Bruno Fernandes. Dit is de man die die cruciale penalty miste. Bruno Fernandes had ik ernaast staan. Ik had op links buiten. Die kun je invullen. Teamgenoot van Bruno Fernandes. Ja, ik vind het gewoon echt leuk om Bruno Fernandes te zeggen. Fernandes. Marcus Rashford had ik op links Boutou staan. Die man staat dan hier zo. Marcus Rashford, 5 skill moves. Ah, is wel een leuk kaart, maar. Nah. Oké, dan de defensie. In principe is de defensie intact gebleven op één speler na. Nee, geen Maldini die we heel even snel konden zien. Ik heb trouwens tegen Maldini gespeeld. Hij is absurd, maar kappen nu. Kappen, echt kappen. Varaan. Ik had Varaan staan. En Varaan is een goede centerback. Tanto duur. Premier League natuurlijk. Ja, hij heeft alles wat je nodig hebt, man. Hij heeft zijn lengte. Work rates heeft hij. Stamina aan randje. Supersnel is hij. Ja, is gewoon hard. Maar ik heb hem weg moeten doen, jongens. Ik heb die spelers weg moeten doen. Want vooral mijn aanval was hem niet. Dan gaan we nu naar het team van dit moment. Ja, ja. Op linksbuiten heb ik staan. Dat is toch wel een fenomeen uit Senegal. De Afrikaan uit de Premier League. Van Liverpool. Sadio Mané. En wat het is met Sadio Mané? Die man, zijn finishing is vooral heel goed dit jaar. Positionele aanval 90. Dus hij kan die loopacties maken. Los van het feit dat je hem echt kunt zien als winger en dat hij snel is. Zijn finishing afmaken is 86. Sterk.
heel sterk. Forster skill moves, Forster weak foot, high normal work rate. Ja, ik vind hem persoonlijk wel fijn. Prima om mee te beginnen. Hè. Het is natuurlijk geen Ginola die heel grappig is. Het is geen Mbappé, het is geen Cristiano. Geen Messi, maar het is Mané. Ik vind hem prima. Dan heb ik in de spits. Ah, dit is wel grappig. Dit is oprecht wel grappig. Die man. Waarschijnlijk denk je, Arie, what the fuck? Waarom staat hij hier als spits? Puur chemistry, puur tijdelijk. Ik moet die man eventjes daar hebben. Ik wil er niet al te veel over zeggen. Het is wel cheap. Redelijk prima om mee te beginnen, maar er zijn betere opties. Maar goed, we need some chemistry. Dan hebben we een, ja, hebben we een geit in het team, jongens. The GOAT, the second best na Cristiano Ronaldo, die op 1 staat. De beste aller tijden. No cap, de mensen die nieuw zijn, niet boos worden op mij. Messi, Lionel, Andres. Messi is gejoined. Ben jij er eens eruit gegaan? Dan hebben wij iemand nodig voor de chemistry. Die is voor nu prima. Tuurlijk, het is geen Vieira. Maar voor nu is het prima. Ik wilde prima zeggen, maar voor nu is het oké. Okay. Ja, hij linkt natuurlijk sterk met Messi. Heeft redelijke stats. Redelijk gewoon. Forster skill moves, Forster weak foot. High high work rate, toetsen ding. Kanté gaat heel veel naar links. Link met Mané. Dan komt hier nu een leuke speler. Nee, ik bewaar hem voor het laatst. Ik bewaar hem voor het laatst, jongens. We gaan naar de defensie. Is intact gebleven. Defensies. Vanaf het begin af aan eigenlijk wel stabiel geweest. Defensie en het middenveld. Maar ja, waar eerst mijn aanval niet stabiel genoeg was. Ja, is het nu dus wel echt verbeterd. Ferland Mandy. Ja, moet ik daarmee over, wat moet ik daarover zeggen eigenlijk, man? Die man is gewoon, ieder jaar is die weer super populair. Wel vraag ik me af of Theo Hernandez niet beter is. Hij is fysiek super sterk. Maar ja, je kunt het zien. 5-star weak foot, 4-star skill moves, high work rate, 1.80. Vraag me af of die 1.80 is. In het echt oog die kleiner. Stemmen naar 89. Hij is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Kimpembe is dit jaar heel erg goed. Kimpembe is heel erg goed. Geloof mij. Trust me. Heel veel professionele e-sporters hebben ook gezegd dat hij heel stabiel is. Hij heeft zijn work rates mee. Normaal hoog. 1.89 lang. Zijn pace heeft hij mee. Supersnel. 80 versnelling. 81 pace. 81 stamina. Prima man, kracht, agressie, hij is sterk. Echt heel sterk. Dan zijn compagnon. En dit is op zich wel interessant, want je hebt Marquinhos. En die is ook stabiel. Upgrade 87 rated, versnelling, sprintsnelheid 81, stamina 83, jumping is gewoon 92. Hè? En Marquinhos is een beetje vergelijkbaar met zijn teamgenoot. Hij is niet de langste centerback, maar hij is wel lang genoeg. 1,83, work rates heeft hij. Hij is goed, geloof me. En bij corners kopt hij nog wel eens ballen erin. Grappig eigenlijk als je kijkt naar PSG. Nou, dit driehoekje is sowieso van Paris Saint-Germain. Maar je hebt gewoon drie sterke centerbacks. Met de ex-Real Madrid vedette Sergio Ramos. Wij gaan naar de ene laatste spelers van de squad. En dat is niemand minder dan Hakimi en Ashraf, jongens. Ja, Wan-Bissaka, Walker, allemaal leuk en aardig. Maar Ashraf Hakimi is zo fijn aan de bal. Vooral aan de bal. 83 dribbling. Is prima verdedigend. 95 snelheid. Ja, draagt zijn steentje bij in de aanval. 4-star weak foot. Jammer dat hij geen skills heeft. Maar dat maakt verder niet uit. Heb je niet nodig. Een 91 stamina. Echte Marokkaanse strijder. Shout-out naar alle mokro's sowieso. Shout-out naar iedereen. 95 pace. 95 sprintsnelheid. Versnelling, sorry. 95 sprintsnelheid. Ja, dribbelen kan die ook. Prima, echt een heel goede back. Dan jongens, de middenpositie. Ja, het kan er maar eentje zijn op dit moment. Nee, geen Mbappé, geen Cristiano, geen Gullit, geen Arnijn, geen Vieira. Het is niemand minder dan. Het is de Samba Boy, de Braziliaan. Die linkt met Gabriel Jesus. Jawel, het is Neymar Junior. Neymar. Hij is gejoined jongens. Dit is het team en Neymar, 5-star skill moves, 5-star weak foot. Ik hoef niet te veel te vertellen, ik hoef niet te veel in te gaan op zijn statistieken, op zijn eigenschappen, spelersgegevens. 5-star skill moves, 5-star weak foot, ja, fenomeen. High normal work rate. Hij heeft in 42 wedstrijden 36 goals gemaakt en 18 assists. Neymar is de man van mijn team. Vinden jullie dat Messi dat is trouwens? Kunnen we hem vergelijken, Messi en Neymar? 42 games, 21 goals, 23 assists. Oké, okay, steady. Hij loopt ook iets meer dan 1 op 1. 44 uit 42. En Neymar heeft, ja, meer. 46, oké, okay, 50, 54. 54 uit 42 games. Ik vind het helemaal hartstikke mooi. Vind je mooi, oké. Okay. Jongens, dit is mijn team. Ja. Ja. Op zich. Tot zover de video, dames en heren. Vond je dit nou leuk? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Nog 2000 abonnees voor de 100k. Je kunt me uiteraard volgen op Instagram. Ariston Dunu. Start de teams van kijkers. Komt eraan. Ik ga door mijn DM's heen. Ik wens jullie nog een fijn weekend. Voor wat er nog van over is. Ik zie jullie bij de volgende video. Hou je rustig. Abonneer eventjes. 2000 abonnees voor die 100k. Come on. Let's get it. Hou je rustig. Take it easy. Ciao, ciao.